beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Meneer Melkert? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melkert. Dat belooft nog wat te worden. Het is sindsdien eigenlijk niet meer rustig geworden in de Nederlandse politiek. U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op uw vraag. Kijk, toen hebben we niet bereid hem aan te kijken. Ik kijk hem voortdurend aan. Het is denk ik wel een van de meest bijzondere gebeurtenissen uit mijn journalistieke leven. We gaan eerst campagne voeren. Ik ga vertellen wat ik wil met dit land. Meneer Melkert gaat vertellen, meneer Dijkstra, meneer De Graaf, meneer Rosenmuller. We hadden niet het idee, dit wordt een debat waar we 10 jaar later nog over praten. Vandaag, precies 10 jaar geleden, boekt Pim Fortuyn een verpletterende verkiezingszege in zijn woonplaats Rotterdam. Diezelfde avond volgt op televisie een historisch lijsttrekkersdebat. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Dat ze met de soort ik zou dus willen zeggen, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Twee hoofdrolspelers van toen, Pim Fortuyn en Hans Dijkstal, zijn overleden. De derde, Ab Melkert, wil liever niet worden herinnerd aan die voor hem pijnlijke episode. Ik vind het erg jammer dat meneer Melkert niet wat vrolijker... Maar wel een beetje humor ook nog. Er zijn nog 2 maanden te gaan, maar het is op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende week. Vrienden en vertrouwelingen van de politieke leiders van toen vertellen voor het eerst op televisie wat zich achter de schermen heeft afgespeeld op 6 maart 2002. Een dag van gemeenteraadsverkiezingen, maar vooral de dag, de avond en de nacht van Pim Fortuyn. Goedemorgen, meneer Fortuyn. Goedemorgen. Ja, de spannende dag vandaag, hè? Nou ja, we gaan vandaag stemmen. Hè. Het is feest van de democratie. En is het Rijnmond? Ja, nou, iedereen stemmen. Als het kan natuurlijk op Leefbaar Rotterdam, maar wel gaan stemmen. Het doet ertoe. En ik hoop dat het een mooie dag wordt. En vanavond natuurlijk voor ons een mooie uitslag. Want Leefbaar Rotterdam heeft nog veel te doen in de stad? En lijkt me wel, ja. Anders waren we er niet aan begonnen. Ja. Gaan we nu maar naar het stembureau? Ja, hij was wel zenuwachtig, natuurlijk. Kijk, je moet je voorstellen, hij had alles opgegeven natuurlijk voor zijn grote opdracht. En ja, dit was zijn eerste krachtmeting. In deze mooie stad is te veel niet op orde. Voor politici is er dus absoluut geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Het is 11:55 en daarom stem Leefbaar Rotterdam. Omdat ik van deze stad hou. At your service, Pim Fortuyn. Wat Pim heel duidelijk maakte, is er is een aantal dingen in onze samenleving aan de hand, wat we niet hoeven te pikken. Zulke hummels staan je uit te lachen. En dan gaan ze de eigen taal spreken, dan voel ik me zeer beledigd. Ik ga tegen u ook een andere taal staan kletsen. Nee, toch? Nee, dat zijn die kleine dingetjes, maar het heeft grote gevolgen. Er was een groeiende onvrede in het land, dat voelde je aan. Dat zich concentreerde met name in Rotterdam. U heeft gestemd op Leefbaar Rotterdam? Ik heb op Leefbaar Rotterdam gestemd. Nou, ik heb ook op hem gestemd. Iemand durft tenminste zijn mond open te trekken. Ja, heeft u ook gestemd op hem? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Op de markt waar wij stonden. In het begin ging je toch, gezien de hetze die gevoerd werd door de bestaande partijen, ging je een beetje voorzichtig op de markt. En dan merk je dat je in een wat warm bad stapt. Dat mensen zeggen, eindelijk gaat er wat gebeuren. Rotterdammers die pikken een hoop. Zijn gezagsgetrouw van oudsher. Maar als ze de pest in krijgen, dan krijg je ook een geweldige lel. Ze moeten veel meer personeel inzetten. De politie moet er veel meer komen. Dat is de hoofdzaak. Rotterdammers hebben dan ook zoiets van, nou, dan zal hij het ook maar doen. Hij gaat zijn gang maar. Geef hem een kans. Gekke vent. Maar hij zegt het wel goed. Pim was de juiste man voor het land. En al helemaal voor zijn eigen stad. Hè. En omdat die gemeenteraadsverkiezingen heel mooi voor die landelijke verkiezingen uitliepen, was dat ook het moment, en die druk werd ook in Rotterdam denk ik wel een beetje gevoeld, om aan te geven hoe het met meneer Fortuyn in de politiek verder zou moeten. De voorzitter. Dat is de voorzitter. Oké, daar.
Sorry voor de drukte, maar... Ja. Hij gaf dus heel duidelijk aan van, nou ja, deze dag moet gewoon slagen. Nou, we hebben het uiteraard gehad over het aantal zetels wat hij minimaal binnen moest tikken. Als blijkt dat ze toch wel veel stemmen hebben gehaald in Rotterdam, ja, dan weet je ongeveer hoeveel Rotterdammers hier denken over buitenlanders. Ik geloof 7 of 8 zetels, dan was de missie eigenlijk al een soort van geslaagd. Het was wel iemand waarvan wij dachten, nou, daar zitten we niet bepaald mee op één lijn. Maar het was niet zo dat ons plan de campagne zich helemaal alleen maar richtte op Fortuin. Hey, wat echte kandidaat. De Partij van de Arbeid was toen heel erg bezig met het plan de campagne waar ze de campagne mee ingegaan waren. Dit wordt een tweestrijd tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Wie wordt de grootste? Wie levert de premier? Ja. De strijd zou gaan tussen Melkert en Dijkstal. En die zouden wij gaan winnen. Op de persoon Dijkstal, die toch een wat warmere uitstraling had. Emabel. We dachten, daar hebben we een goede troef mee. Ja, heren, wat nu, hè? Ja, precies. Volgens mij is dit een vertrouwelijke geheime stemming. Ik krijg mijn nummertje. Dat mag je aan de muur overhandigen. Ja, dan mag je stem uitbrengen. Fortuin was voor ons niet zozeer een bedreiging. Natuurlijk wel een electorale concurrent. Maar geen bedreiging zoals hij dat nadrukkelijk wel was. Voor Melkert en Dijkstal. En nu is het klaar? Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen stuurde hij mij een brief. En haal daar even één klein citaat uit. Dat gaat over zijn gevoel op dat moment. Ik ben ontzettend bang en kan er nauwelijks van slapen. Kan wel begrijpen wat ik over me heen heb gehaald. De macht laat zich tenslotte niet zomaar aan de kant zetten. Ik ga heel diep en ik hoop dat je voor me bidt. Hier werd hij echt, ja, ook fysiek echt wel door mensen betast en ditte vingertje. Het was natuurlijk wel het eerste moment, denk ik, waarbij hij dus op straat daadwerkelijk te maken kreeg met de emoties die zijn beweging zeg maar losmaakte. De ene oude man die uitgescholden heeft, die had gelijk. Je bent de nieuwe Hitler. Het was ook een beetje de sfeer die gecreëerd werd. Als je terugkijkt naar die dagen. De Graaf heeft het over de Tweede Wereldoorlog met het Anne Frankhuis. De VVD heeft het over de voorzitter van de VVD. Die spreekt over de nieuwe Mussolini. Ad Melkert heeft het over Nederland wordt wakker en maakt vervolgens een vergelijking met Le Pen. En als er problemen waren, dan was je een zeurpiet. En als er problemen waren met immigranten, dan was je een racist. En die Hollandse Haider, ja, dat kon er ook nog wel een keer bij. Heel naar, heel vervelend. En natuurlijk was hij daar niet ongevoelig voor. Ja, en nou straks de uitslag. Ja, dat is ben het beste. Ja, hoe gaat het? Dus een beetje gespannen al. Wat zal ik nou doen straks? Maar ja, vanavond om 10:00 half elf weten. Als je aankwam bij het stadhuis, ik was al eerder aangekomen, dan zag je daar een hele rij busjes met allemaal satellietschotels op het dak. Dus uit heel Europa waren alle omroepen komen kijken. En op het stadhuis was het ook stampersvol. Ja. Wij zijn al heel tevreden met 7 à 8 zetels. Dat zou wel een unicum zijn in de Rotterdamse geschiedenis. Hoe laat komt hij, Fortuin? Wij verwachten hem 9:30. En toen ik was op de gang en de uitslag werd door opstelten in de zaal, de voorlopige uitslag aangekondigd. En toen hoorde ik in één keer iets van 33% van de stemmen. Ik denk, jeetje, wat ongelooflijk. Wat, ja. Gewoon een derde van Rotterdam. Ik weet daar geen ander woord voor te vinden dat we daar echt allemaal iets bij hadden van God voor Jozef. Nou, we zaten boven natuurlijk feest te vieren al vanwege zo'n beetje de uitslag. Het voorfeest. Het voorfeest. En we kregen een seintje van Harry Borst, dacht ik. En die zei, Pim komt eraan, dus jullie moeten hem opvangen. Pardon.
meneer Fortuyn. En toen kwam Pim binnen. Nou, en dat was... Toen werd het nog voller. Alle cameraploegen met alle camera's, alle lampen, alle microfoons erboven. Een paar mensen om Pim heen om hem te beschermen. Waaronder Dries Mos en Jaap Roepjes. Ja, jongens, als we een stukje naar achteren gaan. Je weet helemaal niet hoe brutaal journalisten zijn. Nou, je kan van mij aannemen, die zijn ongelooflijk brutaal. Die hebben, ik zeg, die filmen en fotograferen alsof de leven ervan hangt. En de mijne, dat hing er op dat moment ook aardig vanaf. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, ga toch maar douwen tegen die gast aan. Dus ik stond op een gegeven moment hier te douwen. Toen zat Pim alweer daar, weet je. Dus nou, dan moest ik dus, nou. Pim heeft al, geloof ik, drie keer tegen me gezegd, ongelooflijk. Ongelooflijk. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Ja, hij was er zelf ook gewoon totaal van ondersteboven. Het valt mij op dat u hier niet heel triomfantelijk staat. Nee, maar ik voel ook een hele grote en zware verantwoordelijkheid. Ik stond met Marco Passers op de vierde, dus op de eerste verdieping. En wij keken zo. En we zagen daar eerst allerlei cameraploegen achteruitlopend. En in het licht liep Pim. En toen heb ik tegen Ronald gezegd, arme man. En ik zei, ja, maar dit wilde hij, hè? Hij is natuurlijk op dit moment helemaal het middelpunt van de belangstelling. Maar je zult maar die man zijn. Voorlopig moet je het allemaal met je meesjouwen. En je tegenstanders zullen nu nog verder gaan om je onderuit te halen. Ik zeg het, ik had een jas aan. Dat was een tweetjas, zo'n wollen jas. Daar liep het water uit, zo zweette ik. Ongelooflijk, ik heb nog nooit van mijn leven zo gezweten. Ik heb hem ook nog een hele tijd niet gewassen en niet gedoe. Maar ja, mevrouw vond hem toch een beetje gaan stinken. Dus je hebt hem nou een beetje opgeruimd. Anders had ik hem misschien nog aangehad. Nu is er vanavond het grote verkiezingsdebat. Daar gaat u heen. Wat gaat u daar zeggen? Want ik ben... Nou, dat weet ik nog niet, want ik wacht hier op de definitieve uitslag. Dan hebben we hier nog een debat. Zou je het geluid wat zachter kunnen zetten? Ja, dat kunnen wij niet. Nou ja, kan het u schelen. Ik hoor mezelf dus terug, hè? Ja, dat is in ieder geval vervelend, hè? Ja. Die vind ik nou leuk. Ja. Is dat een grap? Lijkt me een goed moment om te eindigen. Dankjewel. Dank. Hij moest door een haag... Ik geloof dat twee redacteuren van ons... echt aan zijn mouw hebben gezeten om hem mee hier naartoe te krijgen. Even een beetje ruimte ook achterin als ik ken. Met enorm veel plezier zien hoe Pim daar als een popster binnentrad... met mensen om hem heen, bodyguards, fotografen. Pim Fortuyn was... Nou ja, het woord dat nu in mij opkomt, en ik vind het bijna toch eng om te zeggen... maar is de Messias. Zo werd het natuurlijk door velen wel gezien. En door anderen als de duivel. Hè? Ik bedoel, dat speelde ook nog. Die man was... ontzettend omstreden. Wie zijn dit? Bodyguards. Zijn dat allemaal bodyguards? Nou, volgens mij wel, ja. Ik zou geen andere wens hebben om zo'n dag nog één keer in mijn leven mee te maken. Dat gevoel wat je op dat moment, dat is niet te beschrijven. Dat kan je nergens. Dat heb ik nog nooit gehad in mijn leven. Echt, dat was... Alleen de volgende dag heb ik de bulten gevoeld en de bloeduitstortingen. Maar op dat moment voelde je niks. Fantastisch. Ja. Goedenavond. U wordt nog even geschminkt, terwijl meneer Fortuyn. Dat is het nadeel van een kaal hoofd. Ja. Maar dat is helemaal geen nadeel, mevrouw. Het zal u ook een zorg zijn. U heeft 16 zetels gehaald. Is dat de definitieve uitslag nu? Nee, ik heb nog steeds 90,4. Ik hoop overigens heel sterk van mensen om de definitieve uitslag nog te krijgen. Wij hadden dan Els Kuiper van de Partij van de Arbeid. Nou, die zat er ongeveer hetzelfde in als Ad Melkert landelijk. Namelijk, deze stad kunnen we niet overlaten aan deze enge man. Het meest... vreselijke vind ik, van hoe moet het nu met deze stad verder? Ik was ook benieuwd naar de totaaluitslag. Die gaan we nu krijgen, hoor ik. Ja. Burgemeester Opstelten staat klaar om die uitslag te melden. En wij kunnen even meeluisteren, als het goed is. Ik krijg inmiddels binnen dat de definitieve uitslag zegt, meneer Fortuyn, dat u zelfs 17 zetels heeft gehaald. Voor Pim had dit echt hele grote betekenis. En dat gunde ik hem natuurlijk ook heel erg. En ik wist natuurlijk ook wel, dat is een beetje vals... maar dat ze tegenstanders het vreselijk zouden vinden. Dat gaf mij ook nog wel wat plezier. Een soort van, hoe moet je dat zeggen? Van denk daar maar eens over na, dames en heren. De Partij van de Arbeid krijgt klappen. Van ruim 21 naar ruim 15.
We hadden natuurlijk al verwacht van Rotterdam dat dat een forse winst op zou leveren voor Fortuin. Maar dit was een hele duidelijke uitslag. En ik denk dat je dan ook wel gelijk gaat denken, zo zeg dat. Nou, dat wordt ook wat met die landelijke verkiezingen. Want hij zat natuurlijk in die landelijke poll, zat hij ook al met 18 zetels of zo. Dus dat was ook uit niks. Dus dat was een enorme klap. Kok was ook aanwezig. Die zag dat en die op zijn befaamde bromtoon zei naar de ene en naar de andere uitslachtoffer, dat is niet goed, dat is niet goed. Dus hij heeft in ieder geval door zijn commentaar op de negatieve uitslagen de sfeer in de Heerenveen niet verbeterd. Dat was duidelijk. Het is ook geen graadmeter, denk ik, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is wel een eerste voorzichtige indicatie van hoe de hazen ongeveer lopen in Nederland. Het was inderdaad zo dat Kok met name heel somber werd van al die uitslagen. Dat Melkert door die exit poll eigenlijk nog iets had van, nou ja. Maar dat hij gaandeweg de avond toch ook wel lichtelijk in de put raakte. Dat is absoluut waar. En als we elkaar de vraag stellen, wanneer begint de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen? Dan zeg ik, die is nu begonnen en we gaan er nu 24 uur per dag tegenaan. En we zullen die verkiezingen op 15 mei winnend afsluiten. Dankjewel. De liberalen van Hans Dijkstal komen bijeen in Amsterdam. Meneer Dijkstal, u moet wel de meest teleurgestelde man van deze avond zijn. En toen moest Dijkstal naar beneden om daar de verzamelde partijgenoten toe te spreken over de uitslag. En Dijkstal had wel iets voorbereid, maar dat deed er eigenlijk niet toe. Dus iedereen leidt hieronder en hij profiteert ervan. Dus dat is nieuw, ik vind dat zorgelijk en dat zullen we moeten bestrijden. Fortuin was geworden van een fenomeen in de media en in peilingen tot een realiteit. Echt een reëel gevaar, ook voor ons. De uitslag van Rotterdam was de uitslag van Nederland geworden. U zult het heel druk krijgen, ook voor de landelijke verkiezingen. Ja. Want ik begrijp dat u ook nu wilt vertrekken om mee te doen aan het NOS-debat. Ja, maar dat heb je met je eigen collega's afgesproken. Dus daar moet je niet op naar een konto schuiven. Ik neem u helemaal niks kwalijk. Nee, ik ben altijd zo in het defensief. Dat moet echt veranderen, hoor. Als u verantwoordelijkheid draagt. Die man die loopt weg voor Rotterdam. U bent geëxcuseerd. Het lijsttrekkersdebat. Paul, heb je enig idee hoe laat het gaat beginnen? Ik denk dat het ongeveer om 11:50 zal beginnen. Want van alle windstreken uit het land zijn de lijsttrekkers in een automobiel op weg naar Amersfoort. Pim Fortuyn vanuit Rotterdam zal hier dus ongeveer om 11:50 zijn. En dan hebben we nog uit Heerenveen afkomstig Ad Melkert. En die zal nu ongeveer ter hoogte van Almere zijn. Dus ja, het spannendste is toch, wie is er eerder? Melkert of Pim Fortuyn? We kregen van de NOS te horen, nee, we hebben iedereen op het hart gedrukt. Ze komen op tijd, dus op dat moment moeten jullie er ook zijn. Want dan gaan we beginnen. Je komt eraan en volgens mij moesten we een trap op. En dan ga je eerst natuurlijk naar de schmik. En ik herinner me dat Dijkstal, die was er al. Dijkstal is een man van de afspraak is afspraak. Tijd is tijd. Bij Dijkstal zat al de nodige irritatie. Ja, Dijkstal bleef mij vragen, wanneer gaan we nou beginnen? Dus ja, het was wel opgeruimd, maar op dat soort momenten niet, hoor. Goed, we hebben dadelijk het lijsttrekkersdebat. Maar nog niet alle lijsttrekkers zijn aangekomen bij Paul Witteman in Amersfoort. Want moet uit Rotterdam en uit Heerenveen komen. Dus dat duurt misschien nog eventjes, maar ik heb nog wel een paar uitslagen. Ja, dan begint het wachten van hoe laat is hij er? Maar vervolgens ontstond ook de vraag, waar is Ad Melkert? We waren toen zo te laat ingestapt dat we nooit het tijdstip zouden halen waarop dat debat gepland was om te beginnen. Hij was dus al een tijd onderweg, maar hij kwam maar niet aan in Amersfoort. En er waren dus allemaal mensen met hem in de auto die voortdurend mensen van mij en van de NOS aan de telefoon hadden. Die zeiden, schiet nou op, want we beginnen. Het leek alsof hij zich daar niet erg veel van aantrok. Ad en ik vonden dat er wel wat meer doorgereden had kunnen worden. Maar die chauffeur die hield zich aan de maximumsnelheid en dat vond hij hard genoeg. De roddel die toen een beetje ontstond, dat Melk er eigenlijk voor paste om daar eerder te zijn dan Fortuin. Nee, hij is
kennelijk te laat vertrokken, maar dat was totaal geen bewuste strategie. Ik ben ervan overtuigd dat hij lekker achterin ging zitten. En dat hij zei, nou, ik kom er wel uit. Ik ga even een uiltje knappen. Weet je wel? Zeur me niet aan mijn hoofd. Ik denk dat hij 10 minuten zijn ogen dicht heeft gedaan, aan het begin. Dus ook het beeld van rolde half slapend een auto uit, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Want dat is echt waarlijke nonsens. Iedereen was er dus al. Dus Tom de Graaf was er ook. En er was er Paul Rozen, maar er was er Dijkstal was er. En toen kwam op een gegeven moment Fortuyn binnen. En die had zo zijn eigen clubje bij zich. En het grappige was om te zien dat er ontstond eigenlijk helemaal niks. Ik weet nog dat Balkenende en Rozemuller hem toen al proactief hebben gewoon gefeliciteerd met zijn uitslag. Anders dan normaal bij zo'n lijsttrekkersdebat, waarbij ze samen vrijwel gearmd komen oplopen, terwijl ze dus maandenlang campagne tegen elkaar hebben gevoerd. Die sfeer was er nu niet. Er was al meteen iets van polarisatie. We hebben heel lang gewacht, want we dachten straks gaat het gewoon helemaal niet door. Terwijl we wel in het gevoel hadden dat we met de komst van Fortuyn iets bijzonders in handen hadden. Dus we wilden dat niet mis laten lopen. Dat was ook een beetje gestrest meteen. Van, oh, veel te lang. Nou, wat moe. Ik zei, nou, we hebben afgesproken dat jullie zouden wachten, dus jullie wachten gewoon. En Dijkstal maar aan mij vragen, wat gaat er nou gebeuren? Hoe laat gaan we nou beginnen? Waar is iedereen dan? En we zouden toch op tijd beginnen? Ik denk ook dat het maar heel weinig gescheeld heeft of hij was vertrokken. We hadden helemaal niet door dat er zoveel mensen zaten te kijken. Dus voor ons was het zoiets van tegen de olievit, dan gaan we weer weg. Dus ik probeerde ze wel op hun gemak te stellen en Hans Dijkstal op zijn schouders te slaan. En aan de mensen van die partij die waren meegekomen te vragen of ze hem wilden beïnvloeden om niet zo onrustig te zijn. Maar ja, die waren vaak tot het tegendeel geneigd. Die dachten, ja, als we Hans weer weg kunnen krijgen, is dat mooi meegenomen. Dus dat heb ik ook aan de regie zo doorgegeven. Nou ja, we kunnen nu beginnen of we gaan echt weg. Ik kon weinig anders doen dan zeggen, laten we dan maar beginnen terwijl Melkert er nog niet is. Anders was hij weggelopen. Het lijsttrekkersdebat in Amersfoort. Bizar, zo kan dat ook weer gaan, want Pim Fortuyn is er wel, maar Alt Melkert schijnt er nog niet te zijn. Maar we gaan toch beginnen. We gaan over naar Paul Witteman. Inderdaad, Rob. Alt Melkert is er nog niet, maar hij schijnt wel heel dichtbij te staan. Hij stond in een file, net als trouwens de heren Fortuyn en Rozemuller, maar die hebben een iets snellere chauffeur bij zich gehad, dus die zijn er wel. We waren nog niet eens gestopt of Melkert werd echt letterlijk uit de auto getrokken. En hup, naar de schmink. We gaan met 5 man vast beginnen. Oh nee, daar komt Alt Melkert al aan. Om te beginnen was het een cruciaal moment. Het moment dat Melkert binnenkwam. Dat is geen goede indruk. Van alsof je dat debat niet belangrijk genoeg vindt. Jij komt op het laatste moment binnen. Dus dat vonden we jammer dat hij laat binnenkwam. Hij had enorm de pest in dat ze al begonnen waren. En hij had ook iets van, jeetje, dat is wel heel erg obvious zoals die opstelling hier is. Paars aan de ene kant en de tegenstanders van Paars aan de andere kant. Had dat niet anders gekund? Dat was een goede vraag, naar later bleek. Want de setting aan die tafel was van doorslaggevend belang van hoe het debat er op de televisie uitzag. Maar goed, dat is op zo'n moment allemaal natuurlijk helemaal niet meer recht te breien. Want de live-uitzending loopt. Hartelijk welkom. Intussen de felicitaties naar Pim Fortuyn. Dank u wel. 17 zetels gewonnen in Rotterdam. Ik zei, nou, meneer Fortuyn, hartelijk gefeliciteerd. En meneer Melkert komt nu ook binnen. Die loopt zo naar zijn stoel. En ik vraag dan aan Melkert, heeft u meneer Fortuyn al gefeliciteerd? Bam. Dat was meteen een ijzig moment van die avond. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte om iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozemuller, Fortuyn. Nou, hij feliciteert dan wel in het algemeen, maar niet heel overtuigend. Melkert die komt binnen, die gaat dan meteen. Als je het zelf niet kan verzinnen, moet er iemand in je omgeving verzinnen. Dan moet je meteen naar Fortuyn toe gaan. Maar die had een besmetting. Had wat ons betreft iets uitbundiger gekund. Dat hadden we ook al tegen hem gezegd. En dan ga je meteen naar Fortuyn toe. Zegt Pim, gefeliciteerd, hartstikke goed. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dan wordt die uitzending anders. Pim had nog geen 4 woorden uitgesproken, geloof ik. En Melkert
gaat meteen zo scheef zitten en richt zich op de gespreksleider. En zegt van, ik dacht dat ik aan het woord was, enzovoort. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. Maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam... Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Het ontspoorde al vrij snel. En Witteman die bekeek dat met een geamuseerd lachje... En deed niets. Dat we met de sporen zo hoog zijn. Ik zou dus willen zeggen, meneer Witteman, ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. We zijn dus net begonnen en ik weet al geen orde te houden, begrijp je? Ja, Melkert die hecht er gewoon aan dat hij uit kan praten. En daar maakt hij een wat corrigerende opmerking over naar Paul Witteman. Want de heer Fortuyn die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet zo leuk. U heeft die ervaring al eerder. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Witteman, wilt u even opletten? Die gaat zich bemoeien met het voorzitterschap van Witteman. Zo, man. Schiet nou eens een beetje op, want ik wil naar huis. Ik ben blij dat ik net wakker ben. Als je in een debat de hulp van wie dan ook moet krijgen... van anderen, dat is nooit goed. Maar op dat moment begreep ik hem wel, omdat hij totaal niet... voorbereid was op het feit dat hij vanaf minuut 1... met een triomferende Fortuyn in de slag moest. Daar had hij geen rekening mee gehouden. En hij hoopte dat ik nog zou zeggen... nou, een beetje rustig, meneer Fortuyn, u komt straks aan de beurt. Maar ja, dat doe je niet als debatleider. Ik had zoiets van, grijp nou in, geef mensen het woord. Ontneem mensen het woord. Gebeurde niets. Ik dacht wel, jezus, als die tweede avond zo gaat, dan wordt het nog wat. Want dat was natuurlijk al helemaal aan het begin. Daar ging het al fout. Twee dingen gezegd hebben. Ik kom helemaal niet uit het niets. Hè? Ik ben niet gisteren geboren. Ik ben al een jaar... Ik bedoelde met uit het niets dat u nog niet in de Tweede Kamer tegenwoordig was. Laat mij nou even toelichten. Want meneer Melkert wil niet dat we door elkaar heen praten. Dat wil ik goed in mijn oren knopen. Goed. Ik kom niet uit het niets. Ik ben al meer dan 10 jaar bezig. In het publiek domein. Met lezingen, met de Elsevier, met boeken, et cetera. Goed, groot. Kijk, dit is... Misschien straks weer geconfronteerd Melkert. Met een financieringstekort, meneer Witteman. Dus dat moet weer zaken. En dit? Dus ik ben heel voorzichtig. Dat is Fortuyn. Dat de zalmnorm handhaven, geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Nou, grote contrast kun je niet hebben in een debat, toch? Qua lichaamshouding. Als je aan een willekeurig iemand zou vragen van wie is de premier in dit gezelschap... of wie is de toekomstige premier in dit gezelschap... ja, dat kon er maar één zijn, dat was Pim. Zo zag het eruit. Je weet, bepaalde beelden blijven hangen. Ja, en dit was zo'n beeld. Killing. Vandaag ontzettend dwars. Maakte ik ook nog deel van aan. Dus, Hij was niet de enige, hè? De anderen zaten ook niet rechtop. Als het daarover gaat, over één samenleving... en ik zie wat daarover is gezegd door de heer Fortuyn... dan zie ik dus geen aandacht. Wat heb ik dan gezegd? Wat deze samenleving zou splitsen? Het is, ik heb... Meneer Balkenende. Nou, een beetje op te vallen. Ik had vandaag het gevoel, als je het journaal kijkt... dat het dag van Fortuyn was. Het was de avond van Fortuyn. En het ook een beetje de nacht van Fortuyn te worden. Ja, Balkenende zei dat tijdens het debat. Het wordt de nacht van Fortuyn. Toen dacht ik, ja, dat heb je goed gezien. Want het was namelijk de dag van Fortuyn. Het was de avond van Fortuyn. Het was de nacht van Fortuyn. Het moest het ook zijn. Want het was verreweg het belangrijkste journalistieke gebeurtenis van die dag... Misschien is het vanuit journalistiek oogpunt fantastisch... maar politiek gezien vond ik het nergens over gaan. Het was natuurlijk toch wel een vrij eenzijdig debat. Fortuyn, Fortuyn, Fortuyn. En als het niet Fortuyn was die aan het woord was... dan moesten de anderen wel iets over Fortuyn zeggen. Op het moment dat je zo'n overwinning maakt... dan zie je dus dat Balkenende wel handiger is. Die denkt, god, ik kan het ook niet goed begrijpen... maar laat ik maar een beetje gaan... Een beetje CDA-achtig gaan meevibreren. Ik denk dat Fortuyn gevoelens die leven in de samenleving... gevoelens van onvrede, zichtbaar heeft gemaakt. En zo ontspond zich dat debat. Het was heel merkwaardig. Want wij kenden Witteman als een heel gedegen, goede journalist... die echt wel een gesprek kan leiden. In die periode gaven journalisten wel nog iets meer leiding aan een debat... dan Paul Witteman deze avond deed. En die vond het ook allemaal wel reuze geinig en spannend. En zo zat hij er ook een beetje bij. Echt schaterlachend. En dan vind ik niet helemaal de rol van de journalist. Het is een debat. Je bent erbij. Ik geef je het woord. Verder is het aan jou. Is het gelukt de afgelopen 8 jaar? Ik heb net uitgelegd hoe in die afgelopen 8 jaar... op veel terreinen zeer zegenrijk werk voor dit land is. Nou, ga dat dan eens de komende tijd verdelen. Dat zal ik dus ook de komende tijd verdelen. Maar dat is wat dat wou ik heen met meneer De Graaf. Het einde van Paars vanavond, toch? Of niet? Dat weet ik helemaal niet. Ik weet wel dat je zo goed mogelijk als je kunt duidelijkheid moet verschaffen. En ook voor de verkiezing, niet alleen na de verkiezing. Welke combinaties überhaupt mogelijk zijn. Wat wel zo is. Het verliep chaotisch, zeker in het begin.
inhoudelijk uiteindelijk was het geen slecht debat. Ook van met Melkert niet. Dus op de inhoud gaat er dan niet zoveel fout. Maar wat storend blijft, is zeg maar de lichaamshouding. Want op een gegeven moment zegt Witteman ook van... meneer Melkert, u kijkt meneer Fortuyn helemaal niet aan als u met hem debatteert. U spreekt alleen maar via mij. Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk gezegd. U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op uw vraag. Toen hebben we niet bereid hem aan te kijken. Ik kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd, zo hoort het. Hij kon natuurlijk niet zeggen, want hij liefde gezegd dat ik zou deze man het liefste totaal doodzwijgen en negeren. Dat zou hij natuurlijk liever, als hij eerlijk was geweest, had hij dat gezegd. Nou, het had helemaal niks met die man. Die vond hem intellectueel, want Melkert is wel een hele grote slimme man. Een kleine slimme man. Die vond hem helemaal niks. Fortuyn had in die hele campagne natuurlijk zijn pijlen vooral gericht op Paars. Binnen Paars op de PvdA en binnen de PvdA op Melkert. Pim had een volstrekte hekel aan Melkert. Aan de manier waarop die man opereerde. De manier waarop hij door Melkert bejegend werd. Hij verafschuwde die man. Ja. Zo is het in de herinnering natuurlijk ook. Het wordt natuurlijk ook steeds meer een debat tussen Melkert en Fortuyn. Er zijn twee dingen die Paars, die nu nog regeert, nu laat liggen. Neem ik de heer Melkert zeer kwalijk. Vorig jaar maart heb ik hem aangesproken op de inflatie. Het interesseerde hem helemaal niks. Melkert was de premier to be. En dan komt er opeens zo iemand uit Rotterdam. Zo'n rellerig iemand. Die in one-liners spreekt. En die gooit ineens iets wat je zoveel jaren hebt opgebouwd... en naartoe hebt gewerkt, als minister, als fractievoorzitter... gooit hij in duigen. En daar kon hij dus niet mee overweg. Daar kon hij niet mee overweg. Fortuyn was een soort nachtmerrie. Voor Melkert. Ja, opmerkingen aangaande de inflatie. Dus als u nog even aankijkt. Nee, het is natuurlijk flauwekul. Heeft u het in Rotterdam niet gezegd? Het was niet interessant in het eurogebied dat wij een hoge inflatie hadden. En dat was de avond waarop Melkert doorkreeg van ja, dat heeft me ver gebracht. Maar hier houdt het op. Dat is wel heel jammer, want ik heb altijd wel gevonden dat hij inhoudelijk voor de Partij van de Arbeid heel belangrijk is en was. Melkert was op zijn sterk, op inhoud. Maar als het dan gaat over vorm en waar Fortuyn hem verslaat... dan gaat dat langs elkaar heen. Dat is een dialoog van stommen. En dat irriteerde Dijkstal natuurlijk ook mateloos. Want Dijkstal was een man van de inhoud. En Dijkstal wilde... Ik heb op het debat gezien dat Dijkstal op een gegeven moment... het complete zorgstelsel wil gaan uitleggen. Nou, dat is een typisch... iets van, ja, van die politiek destijds. Je ging een verhaal vertellen en iets onderbouwen. En Pim Fortuyn die lacht hem gewoon weg. Fortuyn was natuurlijk als geen ander in staat om de ander te ontregelen. Meneer Dijkstal, u zegt regelmatig de heer Fortuyn heeft geen programma. Ik weet niet eens waar ik hem op zou moeten bestrijden. Dat is binnenkort voorbij. Nou, ik hoop dat... Is nu al voorbij, hoor. Oh, dat boek is er al? Nee, ik heb zoveel geschreven. Ik zou wel eens willen weten... Ja, ik zou wel eens willen weten wat die lijsttrekkers hier aan deze tafel hebben geschreven. Behalve de heer Balkenende, collega-hoogleraar, kan ik dat van deze mensen absoluut niet zeggen. Dat heeft ook niet alles kunnen lezen, kan ik. Nou, ik volg u uitstekend, meneer, maar uw eigen pennenvruchten die zijn minimaal. Dat werd gaandeweg het debat werd ook duidelijk dat ze dat hadden onderschat, die lijsttrekkers. Ze dachten, we gaan het nog eens hebben over de problemen in de gezondheidszorg. Of we gaan het nog eens even hebben over de vreemdelingen. Maar dat het wezen van Fortuyn en wat hij vertegenwoordigde... en hoe je daarmee om moet gaan, dat dat het onderwerp van het debat zou zijn... daar hebben ze niet of onvoldoende bij stilgestaan. Nou, wij maken partijprogramma's, hè. Wij zijn een partij die al wat langer rondloopt... dus wij denken over alle vraagstukken na. En de heer Fortuyn heeft ongetwijfeld met rode oortjes... al die partijprogramma's van ons ook doorgenomen. Ik heb ook erg veel nagedacht, meneer Dijkstra. Nee, ik verwijt niet dat ik zeg dat u... Het gaat over nou, daar zijn we daarover eens. U de partijprogramma's, en, ik de ja, boeken. En u, wanneer komt dat boek ook alweer? Want wij hollen natuurlijk naar die winkel toe. 14 maart. En dan 14, maar hollen u krijgt het van mij toegestuurd, meneer Dijkstra. En weet u niet dat Zwiegel wil nu al met me regeren. Nou, dat is toch fantastisch. Nou ja, dat is dat weer nooit. Maar is dat niet een probleem? Intussen waren er een paar mensen in het land, nou meer dan een miljoen, die er enorm van genoten. En ook ik, moet ik zeggen, want ik had natuurlijk wel in de gaten... dat er iets bijzonders
aan die tafel was gebeurd, zei dat ik nog niet door had hoe groot en hoe bijzonder. Maar ik had wel door dat er iets bijzonders was. En hetzelfde gold voor de verliezers die aan tafel zaten, die wel in de gaten hadden dat het niet goed was gegaan. Dat kun je ook merken, want ik heb op het laatste rondje heb ik gevraagd, hoe is het u eigenlijk bevallen, dit debat? Nou, meer chagrijn in een emmer kun je niet gooien dan als je dat bij elkaar brengt. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Het hoort erbij. Het was ook een beetje een verplicht nummer, zo'n debat. Dus ja, het hoort erbij. Ik kan me daar, ja, zo dacht hij denk ik ook over. Nou, dat is in ieder geval niet heel sterk. En dat versterkt het beeld van een slechte verliezer. Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. Dat belooft nog wat te worden. Met die glimlach van, je ligt al op de grond en dat wordt er de komende maanden niet beter op, vind je. Dat is natuurlijk, dat werd als iedereen als een triomfalisme gezien en ook wel als de vernedering van Melkert. Ik vind het erg jammer dat meneer Melkert niet wat vrolijker... Er zijn wel een beetje humor ook nog. Er zijn nog 2 maanden te gaan, maar het is op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Dat was de titel van het debat, meneer Melkert. Kijkt u toch eens wat vrolijker. En eigenlijk dus voor Dijkstal was de vernedering dat hij totaal niet in de gaten had. Dat hij er definitief zijn einde mee was aangekondigd. Nou, dit is voor mij een hoogtepunt in mijn carrière. Dit gesprek vanavond om 1 uur. Ik hoop dat er nog een paar mensen thuis kijken. Dijkstal had het helemaal gehad. Het debat was natuurlijk vreselijk verlopen. Hij was ongelooflijk geïrriteerd geraakt. Dus op een gegeven moment staat hij gewoon op. Zullen we gaan, want de auto wacht. Dank u wel. Dat wij bij mochten. Dank u wel. Allemaal, hartelijk dank. Ik zat naar het schermpje te kijken. Ik dacht, hè? Hij staat plotseling op en loopt weg. Dat is natuurlijk ongekend. Hadden we nooit meegemaakt dat op die manier gebeurde. En het grappige is ook dat hij zegt, ja, de auto wacht. En de auto wacht helemaal niet. Ongelooflijk dédain. En ze denken dan dat ze mij een beetje op hun nummertje zetten. Maar het was natuurlijk de kijker die ze op hun nummer zetten. Tot een volgende keer. Dit was het lijsttrekkersdebat. En het ging, zoals we hadden beloofd, over de opiniepeiling voor de landelijke verkiezingen. Tot de volgende keer. Bij de schmink zag ik hem toen voor het eerst. Toen keek hij me zo aan. Ik stond achter hem. Hij keek door de spiegel, keek hij me aan. Nou, dat was het. Dat was niet goed, hè? Nee, heb ik al gezegd, dat was niet goed. En dan krijg je dus het moment dat je denkt van, nou, het is klaar. En een borrel. Dijkstal was volgens mij gelijk. Die stormde volgens mij gelijk het pand uit. Dat zei ik ook later. Ik zei, nou, je was wel snel weg. Vertoning, zei hij. Wat een vertoning toch werkelijk dit. Oké. Okay. En hier zag je ook echt van, nee, wat daar binnen gebeurde. Ja, dat zet zich ook gewoon hier buiten voort. Daar was nu een plukje Melkert die mij zo aankeek van, als ik jou was, zou ik hier nog even niet bij komen staan. Wat ik normaal gesproken doe. En toen loop ik daar even langs om te vragen, hoe beviel het er zo? Nou, die lichaamshouding was niet van, wij gaan Witteman er eens gezellig bij betrekken. Bepaald niet. Volgens mij dronk Melkert nog een biertje. En had hij een hapje. En daar is dan ook weer zo'n foto van, dat hij net iets uit zijn kies. Nou, dat is nooit de meest charmante foto, maar dat lijkt dan nog weer veel zuurpruimeriger dan het was. Je ziet het gezicht van Ad van, nou ja, dat hebben we wel gehad. Ik heb nog een biertje. Dit vat het debat en het gevoel van die avond in één klap samen. Ik denk dat Melkert, als je hem zo ziet, wel doorheeft dat hij een bezoek aan Waterloo heeft gebracht. Je ziet Pim duidelijk die deur uitkomen en Melkert die staat er met zijn rug tegenaan. Hè? Dus Pim loopt hem eigenlijk straal voorbij. Ik dacht van, nou, hij heeft eindelijk bewezen wat hij kan. Hij heeft het eindelijk gepresteerd. Hij heeft al die tijd geklopt op de deur van de gevestigde orde, uiteindelijk gebeukt en nu is hij binnen.